Techneuten van de tunnel, die gooien de verlichting die kant op uit, om het daar sterk te doen. En vervolgens gaan we wel voor over. Die al deze kant op aan het rijden over. Nou, ik ben ook op kaart, dat was toch wel vast. Vanavond met Roel Geus, oefenlijn van de brandweer. We staan hier bij een grote oefening bij de botlek. Wat kun je hierover vertellen? Ja, we hadden het erg druk met het regelen van de eenheden die gewoon voor de uitdruk blijven staan. Want het is niet alleen het regelen van de oefening, maar je moet ook zorgen dat er gewoon een uitdruk gegarandeerd blijft. Herbezettingstassen die straks op moeten komen. De oefening staat eigenlijk grotendeels klaar. We gaan straks de figuranten gaan we in de auto's zetten. En dan zo rond 11:30, 11:45 zullen we de oefenalarmering uit laten gaan. Ik vind het heel spannend, ja. Maar ja, wel heel interessant, toch wel. En wat verwacht je ervan? Toch ook wel een beetje paniekerig. En ik verwacht veel hulpverleners in actie te zien. En het lijkt me wel gewoon geweldig hoe die mensen de werk doen. En dat je daar zo dicht op kan staan, dat vind ik echt iets heel moois om te zien. Ja. Maar wat verwacht u van vanavond? Nou, een beetje spektakel. Je kunt het wel eens leuk om mee te maken, om te kijken wat er nou allemaal omheen gebeurt. En wat er aan veiligheidsvoorziening in zijn tunnel zit. En wat er allemaal bij komt kijken. Ik vind het heel interessant. Dus als jullie daar dat ding open trekken met de telefoon, meld je dan wat er in de tunnel aan. Wij zijn echt het begin. Ja. Konings. Nou, we gaan dus zo een rampoefening doen. Ja. We hebben net te horen gekregen dat wij degene zijn die de oefening van start mogen laten gaan. Dat klinkt spannend. Zeker. Ik denk dat we ook nog wel even gaan vechten om te kijken wie de telefoon mag pakken. Wat verwacht je ervan? We hebben er wel heel veel zin in. Er schijnt heel veel rook te gaan komen, dus heel ik denk cool. Wel dat het wel echt spannend gaat worden. Veldoefening zit er nu inmiddels op en figuranten zijn alweer terug met kopie. Dat werkt nog steeds door, dus die gaan nog zeker een keer plenair. En dat gaat inderdaad, de samenwerking was goed. Er zijn mensen die elkaar hebben leren kennen. Die punten tellen we natuurlijk ook op. Waar dingen goed gaan, gaan dingen ook minder goed en daar moeten we aan werken.